In dit filmpje over het hoofdstuk krachten ga ik iets uitleggen over krachten in het heelal en in ons zonnestelsel in het bijzonder. Daarvoor heb ik een animatie opgestart van de FET University in Colorado. En deze animatie kun je thuis ook doen, ook op je mobiele telefoon, want hij is geprogrammeerd in HTML5. Ik heb hier een zon en de animatie heeft meteen al een fout in zich, maar daar kunnen ze niks aan doen. Dat doet iedereen, dat doet het boek ook. Kijk maar in je boek of er staat of het zonnestelsel wel op schaal getekend is. Nou, en dat is het niet. Dat kan ook helemaal niet. Want de afstand tussen de zon en de aarde is gemiddeld 150 miljoen kilometer. En de diameter van de aarde is 13.000 kilometer. Dus die verhouding, deze afstand, 150 miljoen, en de diameter van de aarde 13.000 kilometer, dat klopt al niet. Maar ja, anders zou alles onzichtbaar klein zijn en dan kunnen we het je niet uitleggen. En daar zijn krachten op werkzaam. En die krachten zorgen ervoor dat hij de beweging maakt zoals hij hier maakt. Dan zou je zeggen van ja, maar wat voor beweging is dat dan? Dat is toch gewoon een cirkel? Ja, daar lijkt het wel op inderdaad. Maar dat gaan we eens nader bekijken. Ten eerste heeft je oog nu misschien al gezien dat de snelheid niet op elk moment hetzelfde is. Maar we gaan er eens een raster omheen zetten en we starten hem even. Eerst stoppen. We zetten hem weer in zijn beginpunt. We zetten er een raster omheen. Dus als hij een cirkel zou beschrijven, dan zou deze straal, die zou dan hier aan de andere kant, daar zou die ook langs moeten komen, de aarde. We gaan eens even kijken hoe die dat doet. En om daar een hulpje bij te hebben, zetten we een tracer in. Dan laat hij een spoor achter. We zullen eens even kijken. Dus bij een cirkel vermoed je hem hier dat hij daar langs gaat. Maar dat doet hij niet. Dus hij is bijna cirkelvormig, maar niet helemaal. De cirkel is afgeplat. We noemen het dan een ellipsvormige baan. Om die ellipsvormige baan wat meer af te laten wijken van een cirkel, want hij leek echt wel bijna op een cirkel, kan ik de massa van de zon wat groter maken. Bijna anderhalf keer zo groot maak ik hem nu. En als ik hem nu laat draaien op de maximale snelheid, dan zien we dit is twee rasterpunten en dit is één rasterafstand. Dus nou zien we toch echt wel heel duidelijk dat het een ellipsvorm is. Nu gaan we iets duidelijk maken over de snelheid. Wat doet de snelheid daarbij dan? Nou, ik kan de snelheid als een vector aanzetten. En je ziet dat die vector hier op zijn kortst is. En als die aan de andere kant is precies, dan is die op zijn langst. Dus daar is de snelheid het grootst. En dan neemt hij hier weer af. Hier zou die bijna op de zon vallen. Eigenlijk, want hij komt zo dichtbij. En hij valt bijna op de zon omdat dat door de gravitatiekracht komt. Dat is deze kracht die hier richting de middelpunt van de zon is gericht. En die kracht is nu heel erg groot. Maar als ik nu aan de andere kant van de zon ben, dan zien we dat die heel erg klein is. En de resulterende kracht, die kunnen we natuurlijk bedenken. Je weet wel, dat parallelogram systeem. Dat heb je in een ander filmpje, in een ander deel van het boek heb je dat bekeken. Maar ik kan het wel even laten zien weer hoe dat ook weer ging. We herhalen het gewoon een beetje. De geodriehoek zet je evenwijdig langs een vector. En je schuift hem evenwijdig op tot het uiteinde van de andere vector. Daar teken je een hulplijntje. Dan pak je je geodriehoek op en je zet hem evenwijdig aan die vector die je net had, en dan evenwijdig opschuiven, weer een lijntje langs de geo, en daar waar die twee lijnen elkaar snijden, daar eindigt de vector die de richting aangeeft van de beweging, en die bewegingsrichting veroorzaakt een ellipsvorm. Kijk, in deze richting vertrekt die. En
Dat konden we ook zien. In je boek wordt gesproken over middelpuntzoekende kracht. En een middelpuntzoekende kracht veroorzaakt altijd een draaibeweging. En de middelpuntzoekende kracht in ons plaatje is de blauwe vector, namelijk die van de gravitatiekracht. Het is de aantrekkingskracht van de zon op de aarde die de aarde naar het middelpunt van de zon toetrekt. Maar gelukkig vanwege zijn hoge snelheid gaat dat niet gebeuren en komt hij in een baan om de zon. Datzelfde vindt ook plaats bij sommige Olympische sporten. Ik ben even de naam kwijt. Kogelkoppen. Speervangen. Nee, ik weet het alweer. Kogelslingeren. Dit is het. Kogelslingeren. Dan gaat die kogel ook eerst een baan draaien rondom de man die hier de kogel slingert. Want hij zit aan een touwtje vast. En dat is precies hetzelfde effect wat ik net al gedemonstreerd heb. Als ik de middelpuntzoekende kracht uit zou zetten. En bij de zon was dat de zwaartekracht. En als hij hem loslaat, dan gaat die bal nog maar in één richting vooruit. En dat is de bedoeling, want hij moet naar een of andere richting uit om te kijken welke afstand hij gegooid heeft. Zijn spierkracht is in dit geval de middelpuntzoekende kracht.